Ilko Becker en Seybrand Boy van het EB Rally Team zijn maandag 28 december vertrokken naar Zuid-Amerika om deel te nemen aan de Dakar Rally 2016. Twee weken van eindeloze slopende woestijn, savanna's en de meest extreme natuurlijke omstandigheden. Het zijn deze elementen waarmee de Dakar zijn status ontleent als werelds meest uitdagende en moeilijkste auto- en motorrally evenement. Kenmerkend voor het eb-rallyteam is de Nederlandse nuchterheid. Hoewel de auto een Japanse Toyota is, is de eb-rallyauto wel volledig ontwikkeld, geëngineerd en onderhouden door 4x4 Centrum Ermelo. De gehele ondersteuning, zowel in de aanloop naar als tijdens de Dakar-rally zelf, zal door een Nederlands team uitgevoerd worden. Doel van de eerste editie van dit Tielse team is om in ieder geval de finish te halen. Tijdens de rally zal Stads TV regelmatig een update doen van de gebeurtenissen van de race met interviews en sfeerbeelden van de verschillende etappes.